je, zeg maar. Komt dan. Nu kijken ze nog naar een leeg veldje. Maar eind 2020 staat hier Flory World. En komen er zo'n 300.000 toeristen per jaar om zich te vergapen aan... Nou, bijvoorbeeld zoals we dat noemen de immersive room, waarin je helemaal onderdeel bent van de show. Dat is een ruimte met allemaal beamers. En die beamen allemaal bloemen en planten op de wanden, op de vloer, op de bezoekers. Waardoor het één wandelend bloemenveld wordt. Prachtig. En dan loop ik door het bloemenveld? Ja, dan loop ik. Ben ik zelf een bloem? Nou, je bent eigenlijk zelf een wandelende bloem. En de andere mensen vinden jou weer mooi, omdat jij weer als bloem wandelt. Het wordt een bloemen-experience die aansluit op de Keukenhof. De initiatiefnemers willen zo een graantje meepikken van de exploderende bezoekersaantallen daar. Keukenhof is prachtig, daar zie je alles bloeien live. Maar hier gaan we 365 dagen per jaar de mogelijkheid bieden om te beleven wat bloemen en planten voor je doen. En niet alleen het zien, maar ook het echt ervaren. Het wordt echt een attractie, een belevenis. Flory World gaat 29 miljoen euro kosten en wordt betaald door de bloemensector. En het moet het begin worden van een verregaande flowerization van Nederland. Mensen flowerizen betekent dat ze zelf, als het ware, bloemen en planten worden. Dat doen we in sommige shows, maar we laten ze ook een persoonlijke beleving meemaken. Ze geven hun voorkeuren op in de experience en dan komt er een show die helemaal gebaseerd is op hun voorkeuren. Waardoor ze heel goed beseffen wat bloemen en planten met hen doen in hun dagelijks leven en voor hun gezondheid. Eind van de maand gaat de eerste paal de grond in. Eind 2020... kunnen we niet meer door Alsmeer rijden zonder dit felgekleurde bloemengebouw tegen te komen.